De nachtsafari op de Uithof gaat beginnen. Welkom bij Trajectum TV. Diep in de nacht op de Uithof. We zouden eigenlijk op een officiële nachtsafari gaan, maar die is wegens omstandigheden afgelast. Dus gaan we op onze eigen nachtsafari. Hier achter mij zijn de botanische tuinen. En dan gaan we eens even polshoogte nemen hoe het met de natuur is op de Uithof. Omdat het 12:30 s'nachts is op de Uithof, is alles dicht. Dus ja, we moeten gaan klimmen om binnen te komen in het prachtige natuurgebied. Ik ben in de botanische tuinen, midden in de nacht. Ik heb mijn jas maar aangedaan. Het is nog steeds rond het vriespunt, handschoentjes ook. En bovenin zie je een vogelhuisje. Ze worden wel aan de dieren gedacht hier op de Uithof. Ja, het is hier echt uitgestorven. Net zoals de Uithof zelf. Ook hier gebeurt er helemaal niks. Zelfs geen vos, konijntjes. Vogelhuisjes en daar zaten zelfs geen vogels in. Dus ja, het ziet er heel slecht uit. We horen daar toch echt eenden nu. Dat vliegt er even op. Ik zie hem niet, Frank. Ja, uit het bos. Zie je hem? Nee. Daar gaat hij. Ah, je hoort af en toe een beestje. Toen net schoot er een konijntje voor mijn voet weg. Maar nou, we dachten dat het een konijntje was vooral. Ja. Het had net zo goed een rat kunnen zijn. Het was een klein beestje. Het schiet dan voor je voeten weg, maar je ziet het niet. En het is zo jammer. Midden in de nacht, de botanische tuinen. Aardedonker.